Hey, welkom bij deze review Pyramid Run. En hier moeten we de, ja, eigenlijk de donkere kracht of zombies gaan ontwijken. Die komen ons achter ons aangerend, zoals je hier ziet. Als je gaat naar rechts, Zie je? Zo'n bocht, rechts. Swipe je gewoon met je vingers. Hier natuurlijk naar links, zo. Oh, je kan ook jumpen en naar beneden. Boven en naar beneden. Oké, zo. Ah, kijk, ik heb niet gejumpt. Dan moest ik dus naar boven sliden met mijn vingers. Scoren zoveel. Nou, run again. Uit van die rare zombies. Hier gaan we naar rechts, dus swipen naar rechts. Zo. Te zorgen dat we echt niet gepakt worden door die zombies. Naar boven en beneden dus. Hier moeten we naar beneden. Dat geeft hij ook aan. Straks waarschijnlijk niet meer. En hier moet ik naar boven. Ah, net te vroeg. Nou, nog een keer, kom op. Nu moet het verder halen. Kom op. Dat is wel makkelijk, links en rechts. Gewoon naar links vegen. Hier gaan we dus weer naar beneden, zo. En hier naar boven, zo, kijk. Ik kon het niet echt goed zien door die letters die in beeld kwamen, maar we gaan het nog één keer proberen. Het is best wel een geinig spel om te doen. Naar rechts, zo. Dan weer eens naar links. Het is best een geinig spel om te doen. Je moet het een beetje onder de knie krijgen, zoals je ziet. Naar beneden. Proberen dat die zombies ontwijken. En zo, naar rechts. Dan moet ik niet naar links. Hij is heel gevoelig. Dat bedoel ik dus. Ik zit hier ook niet echt comfortabel om echt goed te doen. En anders is het niet meer goed in beeld. Nou, het is best wel gaaf. Je hebt mijn main menu. Ja, exit game, klopt. En je kan hem ook delen met je vrienden, scores. Dus dat is ook wel gaaf. Je hebt je store, je hebt je statistieken. En je kan free coins krijgen. Maar dan zou je wel iets daarvoor moeten doen. Die kan je betalen of gratis. Maar dan ga je naar een site mee. Ik weet niet wat er precies inhoudt. Maar ja, ik ben benieuwd wat jij van deze game vindt. Oh, zoals ik hier zie, dan moet je andere spelletjes spelen. En dan kan je coins verdienen. Zoals pokeren en dergelijke. Nou, daar kijk ik wel een keer later naar. Het is een gave game, zoals je ziet. Je moet het een beetje onder de knie krijgen. En je moet echt even goed voor gaan zitten. Want je moet heel snel met je vingers bewegen. En ja, dan kom je dus verder. Links, rechts, boven, naar beneden. En ja, je moet een beetje feeling mee krijgen en dan is het wel een gave game. Ik ben benieuwd wat jij ervan vindt.